Hallo, hier is onze vlog. We zijn bij Mumok in Wenen en ook wij hebben twee kunstwerken uitgekozen. Het eerste kunstwerk was deze. En daar gaat Paul jullie wat over vertellen. Jean Tinguely. En hij heeft een kunstwerk gemaakt. Hij heeft met niets heeft hij iets gemaakt. Namelijk een kunstwerk gemaakt van allerlei afvalmateriaal. Wat gaat over de vraag, wat is kunst? Kan een kunstwerk kunst maken, in dit geval muziek? Dat is het vraagstuk. En we moesten eigenlijk het kunstwerk namaken, maar dat zijn we vergeten. maar we hebben wel het toepasselijke muziekje erbij gevonden. We zullen dit even uitleggen. We dachten eigenlijk, ja, je kan bij zoiets, eigenlijk moet je een heel vrolijk muziekje eronder zetten. Maar toen kwam Paul met het idee om er iets vreselijks vals onder te zetten. En daardoor hebben wij gekozen voor die Osti Band. Daar zijn we weer voor het tweede kunstwerk en dat was deze. We hebben dit kunstwerk gekozen omdat het van iets niets maakt. En het kunstwerk dat we net hadden gekozen, dat maakte juist van niets iets. Dus dat contrast vonden we heel erg mooi en daarom hebben we hem uitgekozen. Ja, en ook hierbij zijn we dus weer vergeten om het na te maken. Maar ja. Paul had een hele goede theorie over hoe je het kunstwerk kan anders maken. Dan zou je dat die twee kastjes die er staan, haal je weg. Dat stuk uit de radiator wat je uitgesneden hebt, dat zet je in plaats van dat tweede kastje. Zodat het bij elkaar toch weer een volledige radiator vormt. Ja, we zoeken even nog even de afbeelding op zodat je kan zien wat hij bedoelt. De twee kastjes haal je weg en het uit de radiator gesneden deel links zet je rechts neer onder de buis. Dus dat. En we hebben ook nog een heel niet toepasselijk muziekje, maar meer een geluidsfragment dat hierbij past. De waterval. Nou, we hopen dat jullie onze vlog leuk vonden en onze opdracht. En groetjes! Doei doei!